Ook ik werd overspoeld door coronatips, schema's, lijsten, huiswerk en ik dacht echt, help, hoe dan? Wat voor mij persoonlijk werkt is toch om de verwachtingen te verlagen. Wat ik met name merk is dat we hele hoge eisen aan onszelf stellen. En wat ik zelf persoonlijk heel erg belangrijk vind, is juist in deze periode dat de kinderen zich veilig en geliefd voelen. En dat kan dus betekenen dat je de lat wat moet verlagen en dat het kind gewoon kind kan zijn. Dus speel een spelletje, bouw een hut in je woonkamer of ga erop uit. Gewoon even helemaal niets doen. De ouders en kinderen zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we maken ons allemaal zorgen over het leerachterstand. Maar goed, als de kinderen naar school gaan, hè, als dit allemaal achter de rug is, dan zijn de docenten, die zijn er immers experts in. Weet je, die gaan ze tegemoetkomen met leerniveau. Die zullen hun koers ook bijsturen. Dus zoals ik al zei, daar zijn ze experts in. Dus heb daar ook vertrouwen in. Wat ik zelf persoonlijk ook erg belangrijk vind, is de name de periode wat nu afspeelt, dat blijft ook bij je, bij het kind. Dus de mentale toestand is wat dat betreft, vind ik veel belangrijker dan wat ze allemaal meekrijgen. Dus ik zou zeggen, neem dat mee in gedachten. Het komt eigenlijk allemaal wel goed. Heb daar vertrouwen in. Voor nu, wat zullen we doen, schat? Nou, jullie horen het. Veel gezonde en liefdevolle groeten. Doeg!